Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag gaan we, zoals beloofd, eindelijk eens een keer spelen met peuters. Wat ik zelf nog niet heb gedaan en waar ik echt super, super, super veel zin in heb. En om dat te doen heb ik een familie uitgekozen waar ik zelf al even mee gespeeld heb. En die gaan ons eigenlijk laten zien hoe dat werkt met peuters. Op dit moment wonen ze in dit penthouse eigenlijk in San Myshuno. En als we even gaan kijken, laten we gewoon even de familieleden gaan ontmoeten. Dit is Samuel, hij is de vader van de peuters die waar we mee gaan spelen. Om even hem te introduceren. Hij werkt, hij wil uiteindelijk food criticus worden, hij houdt heel erg van koken en zo. En hij woont hier nu dus, hij is hier hard aan zijn carrière aan het werken. En dan hebben we Yingxu. Dat is een, het achtergrondverhaal wat ik eigenlijk voor haar had bedacht is dat ze hier uit Azië naartoe is gekomen om aan haar muziekcarrière te werken. Wat heel goed gaat, ze is een aanstormend talent. Dat is ook gewoon te zien aan het huis waar ze in kunnen wonen. Daar kunnen ze in wonen omdat zij het zo goed voor elkaar heeft. Alleen, wat een beetje roet in het eten heeft gegooid is het volgende. En dat is namelijk de geboorte van deze twee hier. Ze hebben namelijk onlangs een tweeling gekregen. Dit zijn Azami en Hana. Het zijn twee meisjes toevallig. En ja goed, we wonen nu dus met de tweeling in dit perfecte huis. We hebben het perfect voor elkaar. De vader is aan zijn carrière aan het werken. De moeder heeft een enorm goede carrière voor zich als pianist en violiste. Maar ja, ze hebben twee kinderen. Dus wat ze eigenlijk hebben besloten is dat ze dit toch maar op gaan geven. Om er eigenlijk voor te zorgen dat hun kinderen een goede toekomst kunnen krijgen. En dat is ook haar doel. Haar wens is om een succesvolle stamboom te hebben. En ja, ze willen dus graag succesvolle kinderen. Dus zij wil eigenlijk haar muziekcarrière. Waarom gaan we een dutje doen in het bubbelbad? Ze gaat haar muziekcarrière eigenlijk opgeven om voor haar twee kinderen te kunnen zorgen. En nou ja, goed, we wonen hier nu dus in het penthouse. Maar ja, dit is geen geschikte plek om kinderen op te voeden. Dus wat we gaan doen is, we gaan verhuizen. Eens even kijken, we moeten even zorgen voor ons babytje zo te zien. Even kijken, laten we deze even te eten geven. En laten we die ander ook meteen te eten geven. En ik denk dat Samuel er dan voor kan gaan. Ben jij klaar met je column? Ja, oké. Dan gaat Samuel de verhuizing regelen. Want ja, voordat ze straks opgroeien tot peuters, moeten we hier natuurlijk weg zijn. Even kijken waar dat ook weer moet. Ik weet het nooit. Sorry hiervoor. Huishouden verhuizen, daar gaan we. En dan gaan we deze prachtige plek achter ons laten om toch iets knussers te gaan betrekken. En want dat had ik ook bedacht. Hoe heet zij? Ik vergeet steeds hoe zij heet. Ik heb nog niet zo heel lang met dit gezin gespeeld. Wacht, we gaan eerst even naar het huis toe. Ik heb het nu in Windenburg geplaatst. Dit is het huis waar ik eerder vandaag ook een speedbuild van heb geüpload. En dat is dit huis. En blijkbaar is dit te duur. Maar als we onze meubels verkopen, dan denk ik dat het wel moet lukken. Kijk. Dus dan gaan we daarheen verhuizen. Even zien hoor. Ja, dus we gaan van de grote stad naar een klein dorpje. Naar een schattig huisje. Voor degene van jullie die niet mijn speedbuild hebben gezien. Dit is het huisje. Met een kleine tuin wat veilig is voor de kinderen en zo. En het is wel een modern huis. Past misschien niet zo heel goed in deze buurt. Maar ja, goed, daar houden ze natuurlijk van. In deze rustige omgeving. Dus dat is veel geschikter voor kinderen. Dus hier wonen we nu. En zo ziet het er van binnen uit. Het is vrij klein. Hierboven hebben we een peuterkamer. Nou ja, goed. Vooralsnog zijn het natuurlijk nog geen peuters. Dus laten we eventjes de bedjes hier neerzetten. Dat kan natuurlijk niet. Want daar is te weinig ruimte voor. Even kijken. We halen het poppenhuis even weg. Die zetten we later gewoon weer terug. Eens even zien. Kijk eens. Twee kindjes. Goed, maar wat ik dus had bedacht is, hoe heet ze nou ook weer? Yingxu. Ik had echt een makkelijkere naam moeten kiezen. Ik wil een interessant klinkende Aziatische naam, omdat ik heel erg van Aziatische namen hou, maar dat had ik beter niet kunnen doen.
Ja, zij heeft eigenlijk van haar ouders in Azië dat appartement gekregen, geld gekregen om aan een carrière te werken. Want haar ouders wilden ook dat zij succesvolle muzikanten zou worden. Maar ja, nu is ze getrouwd en heeft ze dus kinderen. Ja, dat zien haar ouders niet zitten. Dus zij heeft ook die financiële steun niet meer. Daarom wonen we nu ook in een wat kleiner huis. Ja, dus we gaan hier verder spelen. En kijk, het is natuurlijk wel voor haar. Dus we moeten eigenlijk wel even een piano hebben. Want zij moet natuurlijk wel even goed aan haar carrière kunnen werken. Alleen in plaats van het prachtige... Serieus jongens, serieus. Oké, we gaan even wachten tot mijn buurman heeft besloten dat het tijd is om te stoppen met boren. Oké, excuses daarvoor. Ik weet niet waarom mijn buurman net besloot dat dit het moment was om te boren. Maar als het goed is, is het nu voorbij. In elk geval, wat ik wilde zeggen is, ze heeft dus niet meer de financiële support van haar ouders. Want die wilden dat ze muzikanten zou worden en dat is ze nu niet. En ze moeten nu dus ook doen met een oud keyboard in plaats van met zo'n mooie vleugel. Maar goed, onze babytjes zijn hier. En ja, onze babytjes die zijn op dit moment natuurlijk... die gaan ouder worden, want we hebben de hele verhuizing al gehad. Dus het is inmiddels tijd dat ze gaan opgroeien. Dus dat gaan we even doen. We gaan namelijk even ouder worden, want we willen natuurlijk dat het peuters zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Daar gaan we, jongens. Hannah is ouder geworden. Kijk, hier heb je er. Peuters dagenlang spelen met speelgoed, de wereld ontdekken en leren communiceren met woorden in plaats van met tranen. Het staat je allemaal te wachten. Dat is de perfecte tijd om te beginnen met het ontwikkelen van de vaardigheden die pas later van pas komen. Oké, dus het idee wat ik had om te gaan doen is één van die peuters echt heel lief maken en die andere echt een beetje een herrie schoppen. Dus Hannah is ouder geworden. Ik denk dat we van haar toch maar een herrie schopper gaan maken. En we kunnen dus wild doen. Bezield en vol energie. Deze peuters gaan graag op verkenning en bruisen van de energie. Ze kunnen de bewegingsvaardigheid iets sneller ontwikkelen. Ze worden verdrietig als ze een lange tijd niet buiten zijn geweest. Dat kan. Of kieskeurig. Kleine herrieschoppers die graag huilen, problemen veroorzaken en driftbuien hebben. Dus dat is misschien ook wel heel grappig. Of maf. Ja, ik denk dat we voor kieskeurig gaan. Dat doen we bij die ander denk ik engelachtig. Die zijn idyllisch. Die zijn perfect. En die ander, ja, ik wil gewoon dat het zo'n tweeling wordt waarbij eentje echt het schoolvoorbeeld is van de perfecte dochter. En die ander juist helemaal niet. Dus Hannah wordt een kleine herrieschopper. Kieskeurig. Kijk eens, daar hebben we er. En die ander gaat als het goed is ook nu. Jazeker. Hop. Azami is ouder geworden. Nou, hier staat hetzelfde natuurlijk. En dan gaan we voor engelachtig. Ja, perfect. Oh, kijk eens wat leuk. Ze zijn ook echt heel anders allebei. Oké, het eerste wat ik eigenlijk even wil doen, want we kunnen nu ook bij hun in het menu kijken. Even op pauze. Hier zie je dus hun behoeften. Even kijken. Oh, we hebben ook de wat is dat optie. Dus we kunnen echt gaan verkennen. Wat is dat? Wat leuk. Hebben ze dat allebei? Ja, oké. Maar ik was benieuwd of we ook uiterlijk konden veranderen. Dat kan je niet doen als een sim ouder wordt. Oké, dus dat kan straks pas als ze... Nou ja. Het zal straks pas kunnen, denk ik dan. Misschien dat we nog even in die animatie zitten. Maar we gaan even kijken of het ook kan. Kijk, uiterlijk veranderen. Die gaan we even doen. Oh, kijk ze waggelen. Ik vind peuters echt zo lief. En je ziet ook echt... Het is heel grappig. Want Azami heeft echt het haar van de vader, maar de huidskleur van de moeder. En deze heeft de huidskleur van de vader en juist weer het haar van de moeder. Dus ze lijken echt... Ja, het zijn echt twee verschillende kindjes. Het is geen eenijige tweeling. Dat vind ik wel leuk. En dat past ook wel bij... bij wat we van ze weten. Oké. Maar laten we even snel dit doen. Want ik bedoel, we willen hier natuurlijk niet te lang bij stilstaan. Het haar kunnen we veranderen. Ja, Hannah was de herrieschopper. Misschien dat zij ook wel het wilde krullen haar heeft. Dat lijkt me eigenlijk wel leuker. Dat die ander... Even kijken. Zij lijkt meer op haar moeder. Maar met het haar van de vader. En deze lijkt meer op de vader met het haar van de moeder. Dus deze heeft natuurlijk wel... Ja, ik vind dit haar eigenlijk wel goed eigenlijk. Om als ik heel eerlijk ben. Nou, ik denk dat we dit gewoon houden. Misschien kunnen we een mutsje op doen. Nee, dit is voor alledaagse kleding. Laten we eens even kijken.
Oh, misschien hebben ze wel een brilletje. Dit is zo lief. Vind ik echt heel leuk. Even kijken. Maar ik wil een andere outfit. Want ze hebben natuurlijk schattige outfits. Ik dacht deze misschien. Met de poes erop. Deze vind ik heel erg leuk. Of een shirtje met een rok. Er zijn zoveel leuke kleren. Deze vind ik ook heel leuk. Even kijken. Ik denk dat we voor deze gaan. En dan misschien in het... roze met groen. Dat is wel schattig. En dan... wat kunnen we daarbij aantrekken? Rokje misschien? Of een broek? Ik denk dat zij een broek aan heeft. Of misschien deze wel. Die past erbij. Ja, dit is heel schattig. Ik vind het echt heel leuk. En dan schoentjes... kunnen we bij passende roze schoenen doen? Ja. En sokken kunnen er misschien nog bij. Of is dat te? Dat is wel misschien te. Oké. En dan voor avondkleding. Dit is perfect. En nachtkleding. Ik weet niet waarom ze ineens een bril op heeft als ze gaat slapen. Dat is misschien een beetje gek. Ik denk dat we voor allebei een onesie doen. Als ze gaan slapen. Dat is toch lief. Hier, deze met de konijn. En ik zei vorige keer zwemkleding, maar dat is gewoon feestkleding. Sorry jongens. Ja, ik heb er heel veel commentaar op gekregen. Gitaaroutfit is wel leuk. En dan met zwarte schoentjes erbij. Zo, dus dit is Hannah voor jullie. En nou ja, goed, hier staat gewoon hoe dat verder werkt allemaal. Gewoon alle standaard dingetjes. We kunnen niet de tanden aanpassen, want dat is natuurlijk aangeboren of niet. Maar dat kan nu ook bij volwassen Sims, dus dat is wel heel leuk. En dan gaan we naar Azami. Nou goed, die is dan wat meer engelachtig. Die ziet er ook echt uit als een klein engeltje. Dus wat zullen we haar eens aantrekken? Ik denk een rokje voor haar. Even kijken hoor. Misschien deze. Maar welke? Zwart-wit rokje vind ik leuk. En dan een t-shirt natuurlijk erbij. Ik denk dit shirtje erbij. Oh ja, dat is echt heel schattig. Ik denk blauw. Ja, dat ziet er wel engelachtig uit ook. En blauwe schoentjes met de wolkjes erop. Die zijn ook super lief. En oh, misschien deze met die beertjes. Ja, deze zijn leuk. Michel zit me heel erg uit te lachen op de bank. Dat ik zo enthousiast ben over peuters. Want jullie snappen mijn enthousiasme, dus dan is het al goed. Oké, en dan voor haar hetzelfde avondkleding. Prima. En ook een onesie voor de nachtkleding. Roze, denk ik. En feestkleding kunnen we ook hetzelfde doen. Maar dan misschien met de eenhoorn erop. Ja, dat is wel leuk zo. Oké, dus dit is Azami. En nou ja, goed, dan zijn ze nu klaar. Of zal ik toch de staartjes doen? Ik zit echt te twijfelen. Ik vind de staartjes misschien toch wel leuker. Ja, ik denk toch dat ik deze doe. Ja, ik ga toch voor deze. Oké, we hebben onze peuters omgekleed. En... nu kunnen we eens even kijken hoe het werkt om echt met ze te spelen. Oh, oké, moeders gaat meteen naar bed. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Mag dat van mij? Ik bedoel, hoe is het met onze kindjes? Oké, zij is boos. Waarom is ze boos? Hungry. door hongerig. Oké, dus zij heeft honger. En daar wordt ze ook echt boos van. Dus dat is wel grappig dat ze daar echt zoveel last van heeft. We kunnen trouwens die wiegjes wel wegdoen. Want die hebben we nu niet meer nodig. Zo. Nou, ik denk dat papa even voor de kindjes gaat zorgen nu. Eens even kijken. Ja, we kunnen dus die dingen verkennen. Als we hier kunnen... wat is dat? Kunnen we doen? Dat vind ik wel leuk. Even kijken. Kunnen we ook om eten vragen? Hier, er staan hier echt alleen maar dingen. Dus we kunnen zeggen eten. Even kijken wat er dan gebeurt als we dat tegen ons papa zeggen. Ja, daar gaan we. Papa zit gewoon tv te kijken. Die is gewoon heel energiek. Dus die gaat tv kijken. Oh, hij schreeuwt er bijna omver. Oh, ze klimt ook op de bank. Dat is echt lief. Oké, dus ze zeurt nu om eten. Misschien kunnen we haar in de stoel zetten. Nou, hij gaat er in de stoel zetten, kijk. En waar is zij? Zij is hier. Zij heeft geen honger, maar we kunnen haar wel ook in de stoel zetten misschien. Oh, we hebben maar één stoel. Misschien moeten we daar ook maar eens even wat aan doen. Een tweede stoel is misschien geen slecht idee. En dan halen we deze stoel gewoon weg. Dan kunnen ze naast elkaar aan tafel. Goed. Dus dan gaan we even kijken.
neerzetten. Kunnen we Asami er ook in zetten. En dan zetten we... Hana in die andere stoel. Zo, oké. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. En ik weet ook niet of we echt voor de peuters kunnen koken. Want hij houdt natuurlijk heel erg van koken. Dus dat zou wel echt helemaal leuk zijn. Oh, oké. Ze krijgt een broodje pindakaas blijkbaar. Nou, daar gaan we, jongens. Ah, oh, het ligt nog niet eens op de grond. Ik wacht... Oh, oké, ja, dan gaat het al. Ik vroeg me al af of het eten op de grond zou landen. Maar het ligt nog niet op de grond. Dus het kan altijd nog erger. Ja, we gaan niet naar de spookavond. We willen niet met je uit. En kunnen we hier niet bij of zo? Ik denk dat we hier niet bij kunnen. Dat idee krijg ik een beetje. Nou, oké. Dan zetten we hem daar. Oh, oké. Dit is wel heel bijzonder zo met dat haar. Oké, dat is een rare glitch. Er zitten dus wel ook echt nog glitches in het spel. Dat is wel heel erg jammer. Nou, oké, ze gaat nu weg blijkbaar. Even kijken. Hana moet ook in een stoel. Ik wil ze allebei in een stoel. En dan kunnen we eten geven. Oh, kijk, we kunnen hier kiezen wat we ze allemaal geven. Nou, laten we boterham met ham en kaas geven. Oh, dus we kunnen ze ook echt van de bank oppakken. Dat is wel leuk. Oh, ja, zie je, het glitcht nog wel een beetje. Dat is wel jammer. Maar goed, zij heeft al eten gehad. Dus dat kunnen we gewoon weer voor haar neerzetten. En kan zij dat ook eten? Heeft zij dit nu bij zich? Ja. Hier, eten. Kijk, dat gaat goed zo. En dan ben ik ook benieuwd of we ook tegen elkaar kunnen praten eigenlijk. Brabbelen kunnen we tegen elkaar. Oh, nu staan we weer daar. Oké. Nou ja, ik hoop wel dat de volgende update ervoor zorgt dat dit een beetje voorbij is. Want dit is wel echt vervelend dat het nog zoveel glitches heeft. Maar goed. Gelukkig snapt hij zelf wel dat hij er opnieuw in de stoel moet zetten. Oh, ze krijgt nu appelmoes volgens mij. Ja, nou, alsjeblieft. Een goed gebalanceerde avondmaaltijd. Een schaaltje appelmoes. There you go. Ja, ik vind het echt lief. Oké, papa gaat erbij zitten. Hij is wel echt moe inmiddels. Even kijken of we nu ook iets kunnen doen. We kunnen nu dus ook peuter controleren. Ik weet niet wat dat is. Laten we dat eens even proberen. Ze maken er wel een spetterboel van. Oké. Even kijken. Drankje geven kan ook nog. Appelsap, melk, water. Oké. We kunnen ze prijzen. Misschien is dat wel... Kan dat wel terwijl ze zitten? Wat geheugenkaarten. Oké. Opfleuren. Ja, oké. Dus we kunnen wel tegen ze praten terwijl we aan tafel zitten. Nou, dat is wel leuk. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Peuterzorg kunnen we. Oh, kijk. Dus we kunnen echt verschillende dingen doen. En we kunnen ze inderdaad in bad doen. Dus dat gaan we straks ook zeker even proberen. Leren kennen kunnen we. Nou, laten we met deze even spelen. Oh, ik vind het echt leuk. Ook echt leuk dat we er twee hebben. Ze zijn echt lief. Oh, oké. Iets is er mis. Lekker. Oh, oké. Nou, mijn eten ligt inmiddels op de grond. Oké, ja, dit is dus wat ik zo leuk vind aan de peuters. Het is gewoon een en al chaos. Kijk hoe vies die stoel ook is. Maar heeft ze nu nog steeds honger? Nee, niet echt meer. Maar ze is speels. Oké, maar dat komt dus omdat zij... zij is niet het engeltje. Zij is de vervelende van de twee. Even kijken. Dus we gaan haar ook uit de stoel halen. En dat eten, ja, dat moeten we straks maar opruimen. Oké, we zijn er eerst aan het controleren. Ik weet nou niet wat dat precies inhoudt. Even kijken, eruit halen. Laten we dan ondertussen even kijken met... ik ben echt nog niet zo goed met die namen. Ik ben net begonnen met Asami, wat we hier kunnen doen. Even kijken, we kunnen het ook stapelen. Daar trainen we de bewegingsvaardigheid mee. Dat gaan we nu even doen. Wow, we zijn een vliegtuig. Oké,
Asami is maar een hulpeloze peuter. Verzorgers en andere sims in het huis moeten helpen voor haar te zorgen. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. Oké, okay, we zijn verdrietig, want we zijn heel erg moe. Dus ik denk dat we in bed moeten gaan liggen. Wat ik trouwens wel nog even moet doen, is dit veranderen. Want we hebben nu een stapelbed gemaakt, maar er kunnen natuurlijk geen twee peuters in slapen. Dus wat we gaan doen, is we gaan dit bed even kopiëren. En die gaan we dan ook hier neerzetten. Ja, ik had dit huis gebouwd, maar het is niet echt bedoeld voor twee peuters. Dus we gaan hier even... Het poppenhuis hebben we beneden ook. Dus dan kunnen we hier een extra peuterbedje. Even kijken. Nou ja, die moeder is inmiddels wel weer wakker. Dus die kan dit kleintje wel even in bed leggen. Even kijken. Dus we kunnen haar oppakken. En dan kan papa voor Hana zorgen. Hoe is het met Hana? Hana is ook heel moe. Dus misschien kan papa die in bed leggen. Ja. Dat wankelige loopje. Ik vind het echt heel leuk. Oké. Oppakken. Oh, we kunnen ook meespelen met de poppen. Ah, daar leer je dus fantasie van. Nee, waarom zet ze nou in de stoel? Ze moest haar naar bed brengen. Oké. Oppakken. En dan kunnen we dus even kijken of dit bed überhaupt werkt hoor. Peuter voorlezen voor het slapen gaan. Asami gaan we proberen. En dan kan papa dat doen. Oh, die heeft Asami nu blijkbaar vast. Oké, het werkt nog niet helemaal super dit. Maar goed, met twee peuters is het ook wel even lastig. Oké, hij heeft nu die. Oké, hij heeft die. Oké, zij mag in het slaapbed. Hana daar voorlezen. En dan kan zij Asami hier voorlezen. Zo, oké. So far so good. Ik vind het nu al een hele opgave om voor peuters te zorgen. Ik bedoel, kijk, de vloer is al een puinhoop. Ik krijg ze al niet in bed. Ah. We kunnen zeker de trap niet gebruiken. Oh ja, dit bed kunnen we niet gebruiken. Oké, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we dit bed weghalen. Zo, het moet even. Het is even niet anders. Even kijken. Kunnen we Hana voorlezen voor het slapen gaan? Zo, oké. Nu moet het als het goed is allemaal werken. Oké, zij is dus boos omdat ze weinig energie heeft. En Asami die wordt steeds verdrietig als ze weinig energie heeft. Dus dat is wel een grappig verschil. Waarom ga je er niet in bed leggen? Nee. Ik vind wel dat die ouders moeten doen wat ik zeg hoor. Want anders wordt het wel heel vervelend. Oké, als het goed is wordt ze nu in bed gelegd. Ja. Toch? Oké. So far so good. Gaat die ander ook nog door? Ja, gelukkig maar. Oké, dus we worden opgetild. En we gaan slapen. Ah, onze schattige onesie. Kijk eens. En krijgen we nog een boekje voorgelezen. Met een dino. Het is een boekje over een dino. Kijk, dat is wel leuk. En als het goed is, gaat hier ook een vaardigheid mee omhoog. Welke vaardigheid is dat? Fantasie gaat hierdoor omhoog. Oké, dus dat is ook heel erg leuk. Ik hoop dat ze straks niet meer verdrietig is. Oké, en papa gaat die ander in bed leggen. Nou, kijk, super schattig. Oh, zij krijgt geen boekje. Nou, hij gaat het speelgoed opruimen. Nou, oké, ook goed. Die ouders zijn ook echt helemaal uitgeput. Oké, nou goed. Ik denk dat we het hier maar even... Ja, misschien moeten we nog even dit opruimen. Weggooien en dit schoonmaken. En dit ook opruimen, want het is echt chaos. En ja... Ik denk dat papa maar even moet gaan slapen. Ik ben eigenlijk benieuwd of ze dit ook kunnen gebruiken. Nee, ze kunnen alleen nog maar wat is dat overal. Ze kunnen wel in de prullenbak spelen. Ah, dat is wel echt leuk. Dus je ziet bij allebei gaat nu hun energie omhoog. En ja, en het zijn echt schattige monstertjes. Ah, dit gaat met een speciale antipeuterspray. Oké. Oh, ik vind het zo erg leuk. Mm-hmm. Het is ook al 2:30 s'nachts. Dit is echt vreselijk. Het hele dag- en nachtritme ligt nu alweer door elkaar. Het kost nog tijd ook om dit schoon te maken. Nou, oké. Die moeder die mag, als ze dit gedaan heeft, ook naar bed. Want anders dan zit ons dag- en nachtritme helemaal door de war straks. Mm-hmm.
Oké. We gaan dit even snel doorspoelen, want ik wil natuurlijk wel nog een beetje wat met peuters doen straks. Want we zijn nu eigenlijk alleen nog maar verhuisd. Ze zijn opgegroeid. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk. En we hebben ze in bed gelegd. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe lang het duurt voordat ze ook wakker worden. We spoelen het gewoon door tot de eerste wakker wordt. Ah, dat is nu. Oké, en deze is heel verdrietig. Had een nachtmerrie. Ah. Dus wat gaan we dan doen? Mama wakker maken, natuurlijk. Mama, ik had een nachtmerrie. Oh. Ik kan ook nog bijna niet lopen. Dit is echt een spookje. Die konijn op die billen. Oh, oké. Dus we gaan door de deur naar binnen. Heel hard huilen tegen mama. Oké, wat gaan we doen? Even kijken. Ik denk dat we... Even kijken. Even pauze, want ik weet nog niet wat voor opties er allemaal zijn. Even kijken. Troosten. Ja, dat lijkt me een goeie. En dan is zij al uitgerust. Nee, ook nog niet. Dus dan moeten we er terug in stoppen. Ja, papa is ook weer wakker. Die heeft heel erg honger. Nou, oké. Okay, je mag ook wat eten dan. Jongen. Hebben we nog eten? Nee. Even kijken. Ontbijt serveren. Roerij. Ga jij maar roerij maken dan. En deze andere is nu boos omdat ze wakker is geworden. Of is dat deze? Oh, ik vind het verwarrend. Nee, oké. Okay. Ja. Asami ligt nog lekker te slapen. En Anna die is verdrietig. Oké. Okay. Mama mag weer terug naar bed. En papa die mag wat eten maken. En daarna ook naar bed. Denk ik. Maar ze worden dus ook echt midden in de nacht wakker. Omdat ze nachtmerries hebben. Dat is toch leuk. Het is echt heel veel realistischer dan bij The Sims 3. Ik kan het echt waarderen, dit spel. Oké, dit kan sneller. Hij moet volgens mij ook wel weer bijna aan het werk. Dus misschien... tenminste, wanneer moet hij werken? 10 uur. Oké, hij heeft nog even. Hij heeft nog even. Het wordt echt... ik denk dat het zo is als je kleine kinderen hebt. Dat je leven er echt zo uitziet. Oké, dit kan sneller. Volgens mij is hij klaar. Hier. Portie pakken, inderdaad. Ga maar eten. Ga dan eten. Je hebt toch een portie gepakt? Eten. Mijn spel is echt een beetje aan het glitchen. Ik weet niet of meer van jullie dat hebben gemerkt sinds deze update. Het is natuurlijk best wel een grote update, maar... Ik hoop wel dat dat snel is opgelost. Oké. Nou, mama kan ook wel opstaan. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon bijna ochtend. Zij heeft toch ook heel erg honger. Dus ja, laten we dan maar gaan eten. Hoe is het met mijn peutertjes? Oké, nou ja, goed. Zij moeten dus overdag ook een slaapje doen, staat er. Ja, dus dat is wel... Hun energie gaat minder snel vooruit... maar je kan ze tussendoor natuurlijk ook laten slapen. Dus dat is op zich wel... Ja, eigenlijk ook wel logisch. Nou ja, dit kunnen we wel doorspoelen. Want we zijn hier natuurlijk voor de peuters. En ja, hij kan nog wel even terug naar bed als hij toch zo moet werken. En ja, moeders die kan dan misschien even naar de wc en dan even piano spelen. Want ja, die moet ze natuurlijk wel blijven oefenen. Even kijken. Concert geven kunnen we wel even doen dan. Dus dat spoelen we even snel door. Zij heeft trouwens de veelvraat eigenschap. Omdat hij van koken houdt. Ik dacht dat is wel grappig als ik dat erbij doe. Zij is een veelvraat. Ze is perfectionistisch, muziekliefhebber en ze heeft zakelijk inzicht. Maar ze heeft op dit moment nog geen baan. Ik denk dat ik dat zo hou zolang de peuters klein zijn. En hij is actief op familie gericht. Heeft smaakessentie omdat hij van koken houdt. En is ambitieus. Dus ja. Dat vond ik wel leuk. En mijn peuters slapen nog steeds. Ik ben benieuwd of we ook ergens heen kunnen gaan echt met de peuters. Oké. Maar ze slapen nog steeds. Nou, ik ben wel benieuwd wanneer ze wakker worden. We gaan het zien, we gaan het zien. Ja, wat nu? Dat heb ik eigenlijk altijd een beetje. Wat doe je op zo'n moment? Ik wil natuurlijk graag de peuters laten zien. Maar ja, als ze maar blijven slapen, dan schiet het voor geen meter op natuurlijk. Oké, 8 uur 's ochtends inmiddels.
We spoelen gewoon door. Oké, waar ga jij heen? Speelgoed opbergen. Het is altijd als je speelgoed los neerzet en je hebt een speelgoedkist, dan willen ze de hele tijd alles opruimen. Dat vind ik zo irritant. Maar ja, goed. Dus dat mag ook niet voor mij. Jij was nog piano aan het spelen. Ga maar gewoon oefenen. Nou, het eetje staat nu hier. Oké. Okay. Oh, het kan ook echt in bad. Of zag ik dat verkeerd? Wacht, kan het in het bad? Nee, maar het is wel op zich leuk om hem in de badkamer te zetten. Ah, dan kunnen we natuurlijk nergens meer bij. Oké, we zetten hem gewoon hier op de gang. Terug op de tafel dan maar. Oké, ze is niet echt een hele goede pianist voor iemand met een pianistcarrière. Gaan we naar werk of gaan we thuis werken? Ik denk dat we gewoon naar ons werk gaan, want dan kunnen we... Dan hoeven we ook niet van de kavel af. Dan kunnen we gewoon met de peuters even hier nog blijven. Nou ja, goed. Dus dan gaan we zo daarheen. Oh ja, wat ik trouwens wel nog wilde doen. Ze zijn hier natuurlijk ook heen verhuisd, omdat het beter is voor de peuters. Ik heb dit niet ingesteld bij de kavel die ik heb geüpload. Omdat ik dacht van... sommigen zijn gebonden aan stedelijk leven. Dus dan zegt hij dat het uitbreidingspakket erin zit. En jullie hebben die natuurlijk niet allemaal. Maar ik wilde wel nog wat eigenschappen toevoegen. Even kijken. Kookpaleis. Die eigenschap wilde ik graag toevoegen voor Samuel. En ik wilde dan even kijken. Goede scholen wilde ik. Even kijken. Kinderen lijken sneller te leren. Dat is misschien ook wel een goede. En goede scholen. Kijk, het is hier echt dus de perfecte omgeving voor de kinderen. Alleen ja, bij het vorige huis had ik dat... wat had ik daar... goede akoestiek. Ja, dat hebben we hier natuurlijk niet. Het is hier niet de geweldige omgeving om muziek te maken. Maar dat is iets wat ze hebben moeten inleveren. Ja, ik denk dat we de kinderen maar gewoon wakker gaan maken. Want ja, ze hebben op zich wel lang genoeg geslapen. Misschien dat Asami wakker wordt en dat die Lind gaat wakker maken. Wakker maken, ja. Misschien kunnen ze wel met elkaar spelen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, daar komt weer een monstertje. Daar gaan we. Ik vind het zo leuk. Ik weet echt niet of ze samen kunnen spelen, maar ik vind het wel leuk om te proberen. Ah, wakker maken gaat ook standaard door te huilen, blijkbaar. Even kijken, meer keuzes. Vriendelijk, we kunnen brabbelen. Oh, we kunnen ook omhelzen, dat wil ik. Ah. Oké, de denkvaardigheid helpt peuters om minder driftbuien te hebben en beter voor zichzelf te zorgen. Het vermindert opstandig gedrag en helpt om behoeften te vervullen. De denkvaardigheid wordt verbeterd door nieuwsgierig te zijn of door met geheugenkaarten, bouwblokken of een tablet te spelen. Dat is leuk. Oh, maar kijk, ze zijn ook echt lief samen. Gaan ze elkaar omhelzen? Ze gaan elkaar omhelzen, kijk dan. Oh. Ik vind het heel leuk. Oh, ze gaan elkaar nog pesten ook. Oh, oké. Nee, jullie moeten wel lief voor elkaar zijn. Ik wil nog... Geef elkaar nog maar een knuffel. Ik wil er namelijk even een screenshot van maken. Voor de thumbnail van de video. Die hebben jullie dan waarschijnlijk inmiddels al gezien. Want jullie kijken deze video nu. Ah, toch lief. Vind ik leuk. Oké, maar wat kunnen we allemaal nog meer? Ik bedoel, kijk, Asami is natuurlijk de lieve van het stel. Dus die gaat waarschijnlijk gewoon speelgoed kopen. Dat kan ook. Met speelgoed spelen. Met Theresa de dinosaurus. En ja, Hanna die gaat toch op onderzoek uit. Die gaat denk ik... wat is dat? Even de wc onderzoeken. En dan, ja, als we erachter zijn wat het is, gaan we er misschien wel in spetteren. Oh, voelen ons allemaal achtergelaten omdat onze ouders er niet zijn. Ah. Oké, laten we even Peuter controleren. En dat doen we gewoon bij allebei. Dan hebben ze het idee dat ze niet genegeerd worden. En Samuel was inmiddels aan het werk. Oké.
Ja, oké, dus ze hebben wel echt constant aandacht nodig om niet in paniek te raken en zo. Wat dacht je ervan om dan ook overeind te komen? Ja, ik vind het wel echt raar dat ze. Nee, dat het zo glitchen. Dat alle acties die ik aanklik weggaan. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, ik ga straks even kijken of ik dat kan repareren. En het zal dan vast snel worden opgelost. In elk geval is moeder heel gelukkig met de baby. Hoe lang blijven ze eigenlijk peuter? Dat is ook iets waar ik nog helemaal niet naar heb gekeken. Even kijken. 27 dagen. Oh ja, ik heb hem op. Ik heb de leeftijds. Wacht, laat ik dat meteen aanpassen. Want dat wil ik eigenlijk niet. Even kijken hoor. Waar zit dat ook alweer? Levensduur normaal. Zo. 7 dagen. Ja, dat klopt beter. En we worden gebeld. Nee, Diego, ik wil niet dat je langskomt. Oké, ja. Ze is ook gewoon boos omdat ze honger heeft. Maar ik denk dat ze in de stoel wordt gezet. Ja. Yep. En dan kunnen we die andere in de andere stoel zetten. En dan kunnen we even gaan ontbijten. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Misschien heb ik mezelf wel meteen moeilijk gemaakt door er meteen twee te nemen. Even kijken. Eten geven aan. Azami kunnen we dan cornflakes wel even voeden. Want Hana die zit nu hier. Oh, dus we hebben de cornflakes al. Nu gaan we de peuter halen waarschijnlijk. Wat dacht je ervan om daadwerkelijk de peuter te halen? Ze is de peuter vergeten. Volgens mij realiseert ze zich dat nu. Oh, oké. Okay, kijk, ze krijgt ook meteen op de kop. Dat ze dat niet mag doen. Oké, we gaan Asami halen. En ja, we moeten even kijken. Ik vind het echt moeilijk om zeg maar te bedenken welke acties wat tot gevolg hebben, om het zo maar te zeggen. Maar dat lijkt Hana niks te kunnen schelen. Die is gewoon speels. Kunnen we ook nog gewoon eten? Ah, we gaan hem eten vragen. Nee, dat gaan we dus niet doen. Waarom gaan we niet die andere peuter hier neerzetten? Oké. Volgens mij gaan we hem nu halen. Maar ze zijn wel toch lief. Ik vind het echt heel leuk. Ik vroeg me trouwens af of sommigen van jullie misschien de Twins LP van Deligrassy hebben gezien. Dat is een Australische YouTuber. En zij heeft een let's play gemaakt met een tweeling. Met twee hele verschillende zussen. En dat was heel leuk. En daar zouden we op zich ook wel aan gaan kunnen werken met. Ja, met deze twee. Dus dat is misschien wel iets. Als jullie dat kennen, laat me weten of je dat leuk vindt. Oké, laten we deze ook gewoon wat cornflakes geven. Want ik bedoel, deze heeft ook nog steeds honger. Nou, trouwens, deze heeft helemaal niet zo heel veel honger meer. Oké, moeders kan dit opruimen. En dat gaat ze al doen uit zichzelf. Dat is mooi. En deze twee kunnen natuurlijk ondertussen met elkaar brabbelen. Brabbelen. Ik ben wel bang dat er straks nog wat meer cornflakes op de grond gaat landen. Maar zij gaat eerst zelf in bad. Nou ja, oké, dat mag op zich wel even totdat we klaar zijn. Deze moet sowieso als eerst in bad. Misschien kunnen we dat nu meteen wel even doen. Even kijken. Peuter controleren. Deze kijkt alsof ze gaat huilen. Oké, we gaan deze er. We kunnen basisbehoeften leren. Wat zou dat zijn? Oh, ze zijn goede vrienden geworden. Dat is mooi. Behoefte geheugenkaarten laten zien. Oké, dus we leren er nu iets. Goed. Deze kunnen we er ook uithalen. Oh, we gaan nu ook meteen iets helemaal leren. Oké, dat gaan we straks doen. We gaan eerst uit de stoel halen, zodat we deze niet straks gaat huilen dat ze in de stoel vastzit. Even kijken wie van de twee er slechter aan toe is. Moeten ze in bad? Nog niet helemaal, hè? Even kijken, we kunnen deze ook wel even omkleden misschien.
Peuterzorg, kan dat? Outfit wijzigen? Gewoon alledaags is wel... Het is natuurlijk overdag, dus dat kan wel. Wat is zij aan het doen? Oh, zij is buiten aan het spelen. Oké, dat mag wel. Oh, maar zij stinkt. Dus we gaan haar even in bad doen. Even kijken. In bad doen. Hanna. En Asami kan dan inmiddels wel even met de tablet gaan spelen. Even kijken. Peuterfilmpjes bekijken. Misschien leren we dan praten. Dat zou wel leuk zijn. Kom, schat. We gaan in bad. Oké, daar gaan we. Ik wil hier ook even wat screenshots van maken, want dit is wel leuk. Even kijken. Voor ons Peuter Let's Play. Ik vroeg me trouwens ook af of jullie willen dat ik hier echt een serie van ga maken. Of dat ik gewoon dit één keer doe om te laten zien hoe het allemaal werkt met peuters. Oké, maar zo werkt dat dus in bad, dus dat is leuk. Kunnen we hier ook nog iets mee? Oh, we kunnen spetteren, dat is leuk. We kunnen haar ook nat spetten. Dat is ook leuk. Oké. Ondertussen is Asami bezig met de tablet volgens mij. Zij stinkt ook nogal. Maar zij is wel aan het leren. En je ziet ook dat het groene eromheen komt. Omdat de kavel nu zo'n omgeving heeft dat je snel kan leren. Oh, maar we willen een tablet game spelen. Even kijken. Simform spelen. Laten we dat even gaan doen. Ah, kijk. Wens vervuld. Ik weet eigenlijk niet of je hier ook iets mee kan al met die wensen. Even kijken. Volgens mij op dit moment nog niet echt. Ah, maakt niet uit. Kom vanzelf. Zij is wel moe. Ik weet eigenlijk niet of we ook een dutje kunnen doen in de bank. Maar dat kan ook nog. Dus dat kunnen we straks ook nog doen. Zij gaat nu zelf eten. Waarom weet ik niet. Omdat ze een vreedzak is. Oké. Kunnen we ook samen met de tablet spelen? Denk het niet, hè? Ik wil gewoon nog even kijken of we ook... kunnen spetteren in de wc stiekem. Dat lijkt me zo leuk. Omdat dat was altijd wat ze deden in de Sims 3 en in de Sims 2. Als ze stout waren, zeg maar. Alleen nu kan je het dus ook echt kiezen als actie. Ik ben gewoon heel benieuwd naar. Het is toch leuk. En dan ben ik ook benieuwd of we er nu hiervoor op een kop kunnen geven. Dat hoop ik eigenlijk. Even kijken. Peuter controleren kunnen we doen. Even kijken, peuterzorg kunnen we. Oké, dus zij vraagt nu aan... Controleren is blijkbaar dat je vraagt wat ze willen. En zij zegt nu dat ze moe is, dus dan gaat ze er denk ik naar bed brengen, ja. Oké, dus dat werkt zo. Nou, hebben we dat in elk geval geleerd. Maar ik wil het hierbij laten voor deze video, want de video duurt al best wel weer lang. Laat me weten als jullie meer willen zien, dan ga ik hier natuurlijk zeker mee door. Mocht je deze video nou leuk vinden, abonneer dan op mijn kanaal. En ja, dan hoef je de volgende video ook niet te missen. En like deze video dan natuurlijk. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer ook weer zie. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doei!